De regering subsidieert geen brandstof meer omdat het subsidiegeld van ergens moet komen. Minister Armand Gijversing van Financiën en Planning gaf aan dat het ministerie altijd een rol heeft gehad bij het calculeren van de brandstofprijs op basis van een calculatiemodel. Deze calculatie is ook met de brandstofimporteurs afgesproken. De bewindsman geeft verder aan dat de rol van het ministerie van Economische Zaken is om controle uit te voeren of de brandstofmaatschappijen zich houden aan de afgesproken winstmarge. We subsidiëren niet, laat me daar ook duidelijk over zijn. Want als je subsidieert, dan moet het bedrag van de subsidie ook ergens vandaan gehaald worden, toch? Want je moet het kunnen betalen. We hebben in het verleden gesubsidieerd en ik heb een schuld, dames en heren, van ongeveer 160 miljoen nog in te lopen bij de brandstofmaatschappijen. Dat geld moet ergens vandaan komen. Maar we halen ook geen government take. In de huidige prijs is er een government take van, ik dacht, 8 cent hoor, voor diesel en 3 cent voor unleaded. Maar dat is bijna te verwaarlozen. Maar als minister van Financiën zeg ik, alle beetjes helpen, toch? Dus in principe zeg ik, minimale government take 8 cent om 3 cent. Maar we calculeren de juiste prijs wat de markt moet betalen. De regering heeft besloten om de prijs eenmaal per maand vast te stellen. Meer omdat Suriname afhankelijk is van de wereldolieprijs. In andere landen gebeurt dat van dag tot dag en dat heeft ermee te maken dat de concurrentie daar veel groter is dan in Suriname. Ik ga 3 dingen noemen die van belang zijn voor het bepalen van de brandstofprijs. Dat is de wereldmarktprijs voor brandstof. Dat is de koers. En die koers is al 7 of 8 maanden stabiel. Vanaf dat we het losgelaten hebben. En de winstmarge. De winstmarge is niet veranderd in percentage. Maar wat wel continu verandert. En de koers is ook niet veranderd. Maar wat wel continu verandert is de wereldmarktprijs. En daar kunnen wij niets aan doen. En u heeft, als u het gevolgd heeft, kunnen constateren dat toen we de laatste keer de brandstofprijs bepaalden, dat die wereldmarktprijs iets boven de 70 lag, net iets boven de 70. Nu is hij rond de 93. Ja, dus het is een substantiële verhoging van de wereldmarktprijs voor brandstof. De brandstofprijs is de vorige week donderdag met bijkans 1 SRD gestegen voor beide soorten brandstof die worden aangeboden bij de pomp. Unleaded kost SRD 18,45 cent voor een liter en voor diesel is dat 18 SRD en 90 cent. De stijging heeft te maken met de ontwikkelingen op de internationale oliemarkt.